Een hele goede middag. Momenteel is het middag. Het is vrijdagmiddag, oftewel weekend. En ik loop net bij mijn appartement weg om van de zonsondergang te gaan genieten. Ik wil je graag dit weekend even meenemen naar mijn eerste weekend in Mauritius. Het was maar een week, maar dat hebben jullie kunnen lezen. Ik weet niet hoe ik het verder ga doen, maar ik hoop dit weekend gewoon te filmen en te videoen en foto's te maken, zodat jullie enig beeld krijgen van hoe mijn leven eruit ziet hier in Mauritius. Maar eerst 100 meter die kant op, to go to the beach. Ja, echt waar. Het strand is echt 100 meter verderop. Oftewel, binnen 2 minuten sta je op het strand. Momenteel is het bewolkt. Het is de hele dag is het strak blauw geweest. Maar ja, dan zit je op kantoor. Aangekomen op het strand. Alleen maar het is eigenlijk rustig om. Het is lekker rustig om de week even te laten bezinken. Dat is één. En het tweede is eigenlijk om het weekend mooi in te luiden. Morgen gaan we naar de Sepulchre of Earth, naar een waterval. In ieder geval naar het zuiden van het eiland. Ik heb geen idee. Maar om 9 uur worden we opgehaald en we zien wat er gebeurt. Maar ja, de zonsondergang gaan bekijken op deze locatie is echt geen straf. Kijk maar. Daar hebben we een paar bergjes. En dan hebben we zo het strand. Ja, sorry, het is wat bewolkt, maar ja. Ik weet niet of jullie de zonnestralen zo kunnen zien, maar... de trees. En dan sommige mensen denken, hé, hey, waar is de palmboom? Nou, sorry, hier geen grote palmbomen. Een paar kleintjes, maar daar hoef je het niet voor te doen. Nee, de palmbomen zijn iets verderop, maar dit is ook wel uit te houden. Koud? Nee. Beetje wind. En nu wachten we de zon. Dat was de zonsondergang. Ik hoop dat je er ook net zo van genoten hebt als ik, maar... one word. One word. One word. Eén woord. Adem en neem het. Tot morgen. En yeah. Februala. Because I didn't want to take any bracelets with me, but you use them. And ik ga jullie meenemen, proeven. The hot water, I don't really like it. Gaan we proefervaringen ervaren. De eerste die vandaag uitgeprobeerd wordt. Oh, that went well. Mm. Oh,
Vanilla. Zonder suiker. Vanilla is altijd erg typisch. Ja. How's yours? What one did you have? And what is it? Coconut vanilla. Oh, coconut. Dit heeft volgens mij. En? Ik heb het anders. And we'll het suiker. We also have to take a picture because this is cool that we can taste it. Wordt er niet beter op. Maar wel lekker, maar niet bijzonder. Dat je denkt van, wauw. In ieder geval, het is iets, het ziet er raar uit. Maar... I don't know what the... I have to try. Ja, een soort pesto. Is het pesto? Een soort van. I don't think so, but it tastes a little bit like pesto. Mm-hmm. It's from tea leaves. Mm-hmm. Which one are you going to try? Also this one. Yeah. Quite delicious. Mm, it's good. I don't know. I'm sure it won't be a problem. I don't think it will say anything. Mm. Geen idee wat het is. But we are going to try. The weather. Yeah. I hope it's very warm and yeah, that would when we come back. Yeah. Zonder suiker. Ik ga er wat suiker in doen. Met suiker. Zonder suiker was die al niks, maar met suiker, ik heb het gewoon. Nee. Help. Hoe moet ik dit opkrijgen? Fingers crossed. De laatste met fruit. I'm sorry, how do you say it? Naïef? Naïef om je. Met één hand gaat het al wat lastiger. I'm a little bit of a... Yeah. What is that? Fruitig. Mm-hmm. That's a place we went where they are praying at the lake. Mm-hmm. It's pretty cool that we've been there because yeah. We are always when I see someone. Nou, dit is er eentje om mee te nemen. Dit zat er dus blijkbaar. Op het spul wat wij kregen. Erg lekker. Het was een soort tapenade pesto-achtig iets, maar... Oh. Lekker. Dus, aanrader ook. Ben je ooit in Mauritius? Je roommate. Hi, zwaai. Oh, de roommate. Hi. Ga thee proeven. Tip. Lekker. En cheap. Zo, ben je dorst? Heb je dorst? Ga. Doen. Dit uitzicht. Black River National Park. Just go there. Oh. Hoe bedoel je je zaterdagmiddag goed besteden? Waarschijnlijk zie je de diepte niet goed op camera, maar en er vliegen vogels en ik heb geen idee wat voor vogels het zijn. En weet je wat ik dit zag? Ik zag een aapje! Zo over de weg, zo ploep 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 ging het aapje heen. Ik zag een aapje in het wild. Wiii! Look, I don't know if you see it, maar daar zit een monkey. Daar. So cute!
beweegt het niet. Oh, daar de colors are using the mask. Oh ja. Yeah. Maar ja, terug naar het 7 columns. Isn't it fantastic? Not that view, but that. Het is net als bij Dora. Tellen jullie mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welke iemand? Oké. Dit heeft dus alles te maken met het feit dat dit eigenlijk een vulkaan... Nou ja, vulkanische grond is en daardoor is dit blijkbaar zoiets ontstaan. Leuke beetjes met veel. En het is windy. Simpel. En dan stop je gewoon even naast de weg. En achter die berg te houden. Op zoek naar een kokosnoot op deze prachtige locatie. Om deze dag af te sluiten. Om opnieuw te kijken naar de zonsondergang. Yay! Yeah!